Maar uiteindelijk hebben jullie een naaktkalender gemaakt. Ja. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen dan? Het was een avond en we waren aan het afspreken. We moesten een paar dingen regelen voor stage en zo. En het was bij mij thuis, ik weet het nog heel goed. En we waren wat een spaghetti gegeten en we waren een beetje aan het lachen. En toen, en de kast was eigenlijk zo goed als op. En toen zeiden we, ja, misschien moeten we maar eens een naaktkalender maken. Ah, wel, ik ga alvast iets laten kijken. Want, ja, vertel verder. Ik ga dat was eigenlijk gewoon grappig bedoeld. Maar uiteindelijk hebben we dan gezegd, ja, we moeten er misschien wel echt werk van maken. Na een paar maanden laten liggen, hebben we toch gezegd, we maken hem. Ja. En hij is gelukt, hè, als je dat zo ziet. Het zijn wel heel elegante foto's. Hè. Ja. Het is niet zomaar naakt. Het is wel allemaal heel suggestief. We noemen het een beetje esthetisch naakt of verantwoord naakt. En toch wel een beetje in de lijn van onze watersport ook. Ik ga er nog eentje laten kijken. Niet allemaal natuurlijk, want daarvoor moeten de mensen hem... Dat is zeker. Ja, wij wilden eigenlijk echt een professioneel fotograaf. Ja. Omdat we heel mooie foto's willen en niet zomaar iets. En niet alleen het lijf, maar ook het hoofd. Ja. Ook af en toe wat close foto's, dat moet ook kunnen. Ja, pure expressie eigenlijk. Maar hoe was het eigenlijk zo om uit de kleren te gaan voor een fotograaf? Het is even wennen, maar het was echt wel een heel professionele fotograaf. En, eens dat de kop eraf was, had eigenlijk niemand er nog problemen mee. De angst was groter vooraf. Ja. Eenmaal dat het er was, viel het heel goed mee. Ja. En hoeveel kost die? €18. €18. En waar kunnen we hem vinden? Jullie kunnen hem op onze site bestellen. Ja. Dat is www.waterproofrafting.blogspot.be. Ja. En daar kunnen jullie hem bestellen en dan wordt hij bij de teamleden afgehaald of zo. Dus de mensen kunnen hem via het internet zeker gewoon bestellen. Ja, zeker de moeite. En er zijn 14 maanden, geen 12 maanden. 14 maanden? Ja. Spannend, heel goed. Dames, dank jullie wel dat jullie erbij waren. Heel veel succes, zowel met de kalender als met het WK in Costa Rica. En wij gaan het wel lezen wat dat het geworden is. Hè. Ja, hopelijk. Goed, dank jullie wel. Fijn dat jullie erbij konden zijn.